Ik ben Mirjam Frazi. Ik woon al ruim 18 jaar in Eindhoven en ik kom vanuit Italië. Ik ben geboren en getogen in een klein dorpje dichtbij Milaan. Wij zitten nu in mijn keuken. Welkom. Ik vind een belangrijke plek. Ik heb 3 kinderen en een fantastische man. En in de keuken wordt echt geleefd. Ik heb gezonde kinderen en ze kunnen sporten. Maar als ik naar de schoolpleinen loop bij de sportvereniging, ik ben bestuurlid bij een voetbalvereniging, dan merk ik dat het niet vanzelfsprekend is. En ik vind dat de gezinnen die het moeilijk hebben, dat deze geholpen moeten worden. Ik loop vaak naar school met mijn jongste. Ik ben heel erg actief in de school als iets georganiseerd moet worden. Ik doe dat met plezier. En ook hetzelfde doe ik bij de sportvereniging, bij de voetbalvereniging. Ik spreek heel veel mensen aan. En ik merk dat er zijn heel veel problemen die nog opgelost moeten worden. Ik wil graag de stem van de gezinnen in de raad brengen. Want ik denk dat elke kind heeft recht op een fantastische toekomst in onze stad. Wij staan nu op de Hoofdstraat. Dagelijks komen onder de trein voorbij. En de situatie is verslechterd door de Betuwelijn. Wij betalen met z'n allen netjes belasting. En ik vind dat dan ook in dit geval ook dit netjes opgelost moet worden. De bewoners hebben recht op een veilig en gezond plek. Ik heb 2 jaar geleden deze situatie onder de aandacht van de raad gebracht. En dankzij de honderden overleggen tussen ministerie, provincie, Rijkswaterstaat, TU, hebben wij deze situatie landelijk onder de aandacht van de politiek gebracht. Eindhoven is de stad van natuurlijk fantastisch PSV, van Pieter van de Hogeband, van topsporters, maar sport moet voor iedereen zijn. Mensen met een dikke of met een kleinere portemonnee, mensen die ook een handicap hebben. Wij zijn voor brede sport. Wij hebben grote, grote problemen met de zorg. En als we nu investeren in onze gezondheid, hebben we straks minder zorg nodig. Ik bedrijf de politiek vanuit mijn hart. En ik wil graag dat u op 21 maart komt stemmen en stem op mij. Mirjam Frazi, nummer 4.